Dit is Santoos, samen met zijn oom. 3 jaar geleden woonde Santoos nog op deze plek. Maar het dorpje waar hij geboren is en waar hij opgroeide, werd opgeslokt door de zee. Zijn huis is weg. Alleen de tempel staat nog deels overeind. Daar ginds stond het huis, wijst de oom van Santoos. Dit was een grondwaterpomp. En er waren dus ook akkers waar de dorpelingen voedsel op verbouwden. En hier was een parkje met een beeld van een god. Hier aan de kust van Orissa verdwijnen elk jaar kilometers land in zee. Dit komt doordat de zeespiegel stijgt en de wind is anders en minder voorspelbaar gaan waaien, waardoor hele hoge vloedgolven ontstaan. Dan worden ook nog eens de mangrovenbossen gekapt voor landbouw- en bouwprojecten. Deze bossen beschermen de kust tegen overstromingen. Nu heeft de regering hier een zeemuur gebouwd om de dorpen tegen de zee te beschermen. Maar dit werkt niet goed genoeg en voor het dorp van Santoos was het te laat. Santoos woont nu op een uur reizen van zee. Daar is een nieuw dorp gebouwd voor ongeveer 700 families die eerder bij het strand woonden. De afgelopen jaren heeft Santoos steeds meer geleerd over de gevolgen van klimaatverandering. Door de opmars van de zee en de verhuizing hebben Santoos en zijn buren dus ook geen landbouwgrond meer. En al missen Santoos en zijn vrienden het strand waar ze altijd op konden spelen, hij vindt het fijn dat er op deze plek geen overstromingsgevaar is. Voorlopig dan. Ik ben blij dat ik hier ben.